Hoi en super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Zoals je achter me ziet ben ik al lekker aan het werk. Dus daar ga ik weer verder met inpakken. En we gaan een leuke week verder tegemoet. Of leuke week. Het is ondertussen al, even denken, het is dinsdag, woensdag. Even kijken, het is dinsdag. Het is dinsdag. Dus de week is al begonnen. Ik heb gisteren ook al echt een werkdagje erop zitten. Maar het was vooral echt heel veel inpakwerk. Dus ik denk, dat hebben jullie nou al een keer gezien. Maar we gaan, ik neem jullie weer mee in een drukke, maar leuke week. Het is ondertussen veel te laat. Het is al 10 uur. En, maar ik ben nog in de werkplaats. Dus het is ook al donker. Maar ik heb hier goed licht. Dus dat scheelt erg met video's maken. Maar ik heb wat leuks opgenomen. Ik vind hem echt... Ik ben er heel enthousiast over. Kijk hoe leuk. Ik ben vaak enthousiast, maar dit is toch wel echt een toppetje. Ik weet niet welke video eerst online komt, deze of die. Dat moet je zelf maar even in de gaten houden op mijn kanaal. Maar ik vind hem echt heel leuk. En ik heb gelijk weer nieuwe inspiratie. Oh, laat ik er voorzichtig mee omgaan. Maar ja, hij is echt leuk, hè. Kijk, en de bol maak je dus helemaal zelf. En je kan hem ook elke keer weer leuk verversen. Dus dat is ook gewoon heel erg leuk. Ja, ik ben gewoon blij. Ik ben helemaal blij. Goed, maar ik ga nu wel opruimen. Het is echt chaos. Maar dan ga ik morgen verder opruimen. Ik ga even het ergste hier wegwerken. En dan is het morgen weer. Goedemorgen, we zijn er weer. We gaan weer aan de slag. Het is een beetje intonig, want ik ga weer aan de slag met inpakken. Maar ik heb ook wat leuke bestellingen. Dus we gaan gewoon weer bezig waar we gebleven zijn. Zo, oh, ik zit er helemaal onder. Ik ben doos aan het uitpakken, want ik had toch allemaal nieuwe dingen binnengekregen. Die ik nog niet allemaal heb laten zien volgens mij. Waaronder deze te gekke vlindertjes in het goud en die heb ik ook in het bruin. Ja, ze zijn ondertussen buiten aan het timmeren, dus je hoort dat op de achtergrond. Kijk, deze vind ik ook echt leuk. Ik weet niet of ik hem in een eerdere vlog heb laten zien, maar ik ben nu alle voorraad aan het tellen en aan het sorteren. Even kijken of de voorraden op de webshop nog kloppen. En even kijken wat ik in de sale ga doen en hoeveel ruimte ik heb voor een nieuwe collectie. Dus daar ben ik nu mee bezig. En, daar stop ik nu even mee, want het is nu weer aardig geordend voor zover dat kan. En dan ga ik nu verder met het inpakken van de nieuwe DIY pakketten. Deze wil ik ook nog even laten zien. Die heb ik nog niet laten zien. Echt een super toffe kandelaar. En hoe tof met een mooie kaas erop. Geweldig. Goedemorgen. Vanmorgen stond in het teken van de boekhouding, maar klaar. Dus dat is heel erg fijn. Toch al het minst leuke werk, maar fijn als het weer klaar is en afgerond is en het afgegeven kan worden. Ik ga nu alle bestellingen voor het tankstation klaarmaken en wegbrengen. En daarna gaan we verder met het inpakken van de pakketten die besteld zijn. Dus ja, er is weer genoeg te doen vandaag, maar ik heb er weer zin in. Ondertussen hoor je denk ik nog wel wat geboren en dat soort dingen op de achtergrond. Maar ik heb ook nog een vraagje aan jullie. In mijn vorige vlog ben ik aan de slag gegaan met een mooie vlinder. En ik kreeg daar heel veel reactie op. Nu heb je natuurlijk gewoon het standaard blok oase steekschuim. Maar het is misschien ook wel leuk om een keer een aparte vorm te doen. Zoals een vlinder of wat dan ook voor in een DIY pakket. Nu was dit natuurlijk voor heel speciaal een speciale gelegenheid. Omdat het rouwwerk was. Maar je hebt natuurlijk heel veel vormen aan oase dan gewoon het standaard blok. Dus heb jij misschien iets gezien wat je leuk vindt? Je kunt, wat natuurlijk ook gewoon heel erg leuk is. Bijvoorbeeld met kerst de ster. Die is er ook in die vorm. En ja, je hebt echt heel veel vormen. Echt van alles. Maar langwerpig, rond, een krans. Maar ja, het standaard. Maar je hebt ook aparte vormen zoals een beer. Een auto. Je kunt het niet zo gek bedenken of de vorm bestaat eigenlijk wel. Maar omdat het niet zo standaard is, pak je dat natuurlijk niet zo snel. Dus mijn vraag eigenlijk aan jullie, welke vorm zouden jullie heel graag willen zien? Je mag ook alvast vooruit denken, want als je zegt van ik wil bijvoorbeeld de ster met kerst heel graag zien, mag je dat ook laten weten. Ik vind het sowieso ook heel erg leuk. Maar zeg je van goh, ik zou ook wel eens een keer een mooie vlinder willen maken of wat dan ook. Ja, mag je me dat ook laten weten. Dus al met al, welke vorm wil jij graag zien in een nieuwe DIY pakket?
Bollen gebruik ik ook graag trouwens. Die vind ik altijd heel leuk om te gebruiken. En daar zijn jullie ook altijd enthousiast over. Maar ik ben benieuwd naar jullie mening. Dus laat me even weten. Tijd om te gaan bezorgen. Zo, het is ondertussen al avond en ik heb niet zo heel veel gefilmd vandaag. Volgens mij heb ik trouwens helemaal niet gefilmd vandaag. En dat komt omdat ik flink aan het opruimen ben geweest hier. Was ook hard nodig, even goed schoonmaken, opruimen. Dus dat is fijn. En ik had gewoon heel veel pakketten weer om in te pakken. Dus dat is niet zo heel interessant voor jullie om te zien dan. Misschien wel soms, maar niet constant. Maar ik ga nog wel eventjes wat dingetjes laten zien die ik ga toevoegen aan onze webshop. Dus die je dan eventueel kan bestellen. Let wel op, de bestellingen worden, het is nu als jullie deze vlog kijken, zaterdag. Die worden vanaf donderdag weer verzonden. Kijk, normaal is dat altijd iets sneller en wordt het eigenlijk gelijk maandag verzonden. Maar vanaf nu wordt de bestelling aankomende donderdag verzonden. Omdat ik heb besloten een paar dagjes met mijn kids er tussenuit te gaan. Dus dat is eventjes een huishoudelijke mededeling. Maar je kan wel gewoon bestellen. Dus mocht je dat willen, je kan gewoon bestellen. Het wordt donderdag verzonden. Dus ik ga het wel laten zien. Want er zijn wel heel veel leuke dingen die ik volgens mij... Ja, ik weet niet of ik ze al heb laten zien. Ik zei het al eerder met die vlinders en dat soort dingen. Maar die ga ik dus nu ook toevoegen aan onze webshop. Dus dan kan je ze eventueel ook bestellen. Allereerst deze geweldige vlinders. Dit is wat meer wit. Heel licht roze met rosé goud. Echt heel mooi. Het zijn echt luxe CVS. Echt prachtig. Kijk hoe mooi. Dan heb ik die ook in deze bruin tinten. Ook met wat meer roze en bruin. En ja, ook echt, deze vind ik ook heel mooi voor de herfst. Maar hier ben ik dus echt... verliefd op. Echt super mooi. Beide setjes trouwens, want hier kan je ook heel mooie romantische stukjes mee werken. Ook nog heel leuk met het glittertje. Dan deze. Nou, die blijven altijd mooi. Is heel budgetproof, dus dat is leuk. Dan heb ik nog dit setje met clipjes erachter. En deze vind ik ook gewoon echt heel leuk, omdat ze best wel toch echt lijken in, ondanks het roze kleurtje. Ik vind die echt, ze zijn echt wel mooi afgewerkt. Luxe vlindertjes. Echt prachtig mooi. Deze ook. En die ook echt prachtig. En dan dit setje. Die heb ik dus in de romantische video van laatst gebruikt. En die kan je nou ook los shoppen in onze webshop. En daar had ik nog die pastel, maar die staat al online. Dan heb ik dus deze kandelaar in het knal, oranje is het. Die dus ook toegevoegd is aan onze webshop. En ik kreeg veel vragen naar aanleiding van mijn vorige video's of ik deze aparte schelpen wou toevoegen. Dus die staan nu ook in onze webshop. Ze worden dus vanaf donderdag weer verstuurd. Want zoals jullie denk ik wel kunnen zien in mijn vlogs en alles, gaat het gewoon echt heel goed. Er worden heel veel door jullie besteld waar ik echt super dankbaar voor ben.
Wat dus ook de reden is dat ik geen vakantie neem dit jaar. Zodat het allemaal gewoon lekker door kan blijven gaan. En jullie kunnen blijven bestellen. Maar ik ga even een paar dagjes aan mijn kids besteden. Dus, en aan mijn gezin. Dat doe ik natuurlijk normaal ook wel tussendoor. Maar aangezien we niet op vakantie gaan. Ja, heb ik wel besloten. En het constant doorgaat. Dat ik eventjes een paar dagjes uitcheck op alle socials. En ja, eventjes ga genieten met en van hun. Dus alle bestellingen worden vanaf donderdag weer verstuurd. Je kan wel gewoon bestellen. Dus dat is wel heel fijn. En dan kan je ja, het weekend weer ontvangen. Goed, ik hoop dat jullie het weer een leuke vlog vonden. Ik vond het weer super leuk. En jullie zien mij woensdag dus weer met een nieuwe DIY video. Deze. En het leuke is, dan komen er 2 video's online. Dus dat is dan wel weer heel erg leuk. Want je kan dus de video dan bestellen zo compleet. Maar ook de losse bol, zodat het ook echt heel budgetproof is. Omdat het natuurlijk ook gewoon leuk is. Als je gewoon op een leuke schaal of wat dan ook een leuke bloemstuk op tafel wil. Maar dat zien jullie woensdag. Dus dan moet je nog even voor afwachten. Wees er dan wel snel bij als je hem wilt bestellen. Als je denkt, ik wil hem graag. Wees er snel bij, want er is geen onbeperkte voorraad. Dus dat even gemeld te hebben. En ga ik de laatste dingen die ik heb laten zien eventjes nu toevoegen aan ons webshop. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Doe dan een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. En blijf de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En dan zie je mij de volgende keer weer. Doeg!